De Vishal. Ja, de naam doet het al vermoeden. We staan hier in een oude markthal waar vroeger vis werd verkocht. Maar toch is dat niet waar het verhaal van deze plek begint. Want daarvoor gaan wij terug naar de middeleeuwen. Als we hier achter deze muur kijken, dan zie je dat de vishal direct tegen de buitenmuur en tussen de steunberen van de grote kerk is gebouwd. Je ziet hier een prachtige muur met oude details. Je kijkt hier direct de middeleeuwen in. Maar in die tijd was er hier buiten de kerk geen markt. Dit was een kerkhof, een begraafplaats. Meer dan 10 jaar geleden werden er bij een verbouwing hier onder de grond menselijke resten aangetroffen. Restanten van dat kerkhof. En tegenwoordig loop je hier de Bavo-kerk in. Maar in de middeleeuwen moet hier een doorgang zijn geweest van de kerk naar buiten, naar die begraafplaats. Nou werden de meeste mensen in de middeleeuwen en nog lang daarna hier in de kerk begraven. En het liefste zo dicht mogelijk bij het altaar. Want dat was de meest heilige plaats. Althans voor de mensen die zich dat konden veroorloven. Want de allerarmste, de veroordeelden, de buitenstaanders, kortom het uitschot, dat kwam terecht aan de donkere noordkant van de kerk. Hier op het Dievenkerkhof. Eeuwenlang werd er hier in de stad op verschillende plekken in de open lucht vis verkocht. Maar omwille van stankoverlast en hygiënemaatregelen besloot men in de late middeleeuwen om een vismarkt te bouwen met vaste visbanken. Dus een voorloper van de huidige vishal. En die stond hier, zo direct naast het kerkhof. De vismarkt die tegen de noordzijde van de grote kerk werd gerealiseerd, die was aanvankelijk veel groter en had een grote gebogen vorm die de contour van het kerkhof dat daar al was volgde. Achter een gesloten muur waren dan 2 rijen visbanken die overdekt waren. De vis die hier werd verkocht was zeevis en die kwam vooral uit Zandvoort. En de Zandvoortse vissersvrouwen die liepen met manden en emmers vol met vis dwars door de duinen om hier in de stad hun vis te verkopen. Zij namen daarvoor een pad dat nog steeds bestaat, het Visserspad. En dat kwam uit op een kruispunt van oude wegen waar zij bij een herberg even uitrusten, hun emmers voor de deur zetten en daar een drankje namen. En die herberg kreeg een bijnaam, de Stinkende Emmer. In de loop van de 18e eeuw raakte de vishal steeds meer in verval. Ook omdat er steeds minder vis verkocht wordt. Daarom besloot men om een nieuwe vishal te gaan bouwen die wat kleiner was en tegen de kerk aan kon komen. Ook omdat daar nu het Dievenkerkhof was komen te vervallen. De nieuwe vishal die bestond uit 2 overdekte galerijen, ondersteund door hardstenen zuiltjes. Daartussen waren dan de visbanken opgesteld waar de vis te koop werd aangeboden. Aan de straatzijde was er dan een sierlijk hekwerk om ervoor te zorgen dat de hondjes niet zomaar naar binnen konden lopen. Het ontwerp van dit alles, dat is waarschijnlijk van de stadstimmerman Gerrit Vervoeren. De middenruimte die was toen nog helemaal open.
de zogenaamde viswijven, die hadden het wel behoorlijk koud in de vishal, want dit glazen dak, dat zat er in het begin helemaal nog niet op. En ja, je ziet dat de vishal direct tegen die hoge muren van de Bavo-kerk is aangebouwd, waar de wind altijd hard omheen blaast. Dus die wind, die koude, gure wind, die ging dwars door de vishal heen. En ja, dat is waarschijnlijk heel goed tegen de vislucht. Maar die viswijven gingen dus wel klagen bij de burgemeester. Aan het eind van de 19e eeuw was de vishal weer behoorlijk in verval geraakt. Men stond toen voor de keuze of om de vishal op te knappen of af te breken. Uiteindelijk heeft men toch besloten om de middenruimte te overkappen, zodat de vishal weer goed gebruikt kon worden. Bij de verbouwing werden ook de oorspronkelijke leien vervangen door zinken losanges, dakpannetjes van vierkante zinken plaatjes. De bestrating die bestond oorspronkelijk uit gele klinkertjes. Het blijft hier in gebruik als vismarkt tot aan de Tweede Wereldoorlog en dan houdt het op. Ja, daarna gebruikt de gemeente dit nog een tijdje als opslagloods. Maar in de jaren 60, dan komt de kunst in beeld. Want dan wordt het hier een dependance van het Frans Hals Museum. Nou, dat bestaat een tijd en dan wordt kunstenaarsvereniging De Vishal opgericht. In 1988 is de BKR afgeschaft en hadden de kunstenaars dus eigenlijk niks meer. En wij hadden het kunstenaarsoverleg, daar kon iedereen naartoe komen. En een groep daarvan, die heel actief was, die heeft toen gedacht hoe we toch weer ruimte dan op zijn minst konden krijgen waar de Haarlemse kunstenaars konden exposeren. Toen hebben we gezamenlijk een plan gemaakt. Daarmee zijn we naar de wethouder geweest en naar de raadsleden. Dat plan is uiteindelijk aangenomen en wij hebben de vishal dus toen toegewezen gekregen. En daarna hebben we de vereniging De Vishal opgericht, waar dus Haarlemse kunstenaars lid van konden worden. En daarna zijn we gaan exposeren hier in het begin met 13 tentoonstellingen per jaar om alle achterstand van tentoonstellingen voor Haarlemmers een beetje in te halen. Inmiddels is de Vishal een waardige plaats voor hedendaagse kunst. Het is een plaats waar Haarlemse kunstenaars zichzelf en hun werk presenteren.